periode vond ik alles wat apart was, vond ik leuk. Maar op een gegeven moment kruipt heel zachtjes aan, kruipt een merk bij naar binnen. Ik ben Johan van der Guchten en ik rij een 907 Cayman 3,9 liter. Die Cayman die kocht ik in met een klein probleem in de motor. En hij was zwart overigens toen ik hem inkocht. En toen hebben we gezegd, nou, hier gaan we het geks mee doen. De motorische aanpassingen, interieuraanpassingen, uiterlijke aanpassingen. We hebben daar componenten van Roof bij gebruikt. We hebben er componenten van CarGraphic bij gebruikt. We hebben er zelf een paar eigen dingetjes aan inbrengen ingebracht. En alles bij elkaar is dan een hele aparte auto geworden. Die, ja, ik durf wel te zeggen, geen tweede in Nederland. De beste herinnering is dat ik ermee naar Roef geweest ben, verleden jaar, samen met mijn zoon en een aantal klanten. En dat ik daar op de autobaan tot de verbazingwekkende ontdekking kwam dat het ding wel heel makkelijk richting de 300 vliegt. Ik zeg altijd maar tegen mensen van, die vragen van, hoe moet ik die beleving voelen? Ik zeg, nou, het is net of je continu bergaf aan het rijden bent. Net of er geen eind aan het vermogen komt. Het ding gaat altijd door. En daarentegen op het moment dat je zegt van nou, ik heb het even gehad, ga rustige cruisen en dan doe je dat weer op je gemak. Ja, het is één samenspel van details die auto. Ik kan niet één ding specifiek opnoemen wat mijn voorkeur heeft of zo. Het is het totaalplaatje van die auto. Je kan er ook echt op een zaterdagmiddag op een krukje van een meter of twee afstand naar gaan zitten kijken. En ik denk van goh, hij is toch echt wel heel goed gelukt deze. Ja, doet hij het nu? Doe jij eens?